Ik ben Rianne Dijk, longverpleegkundige. Ik ben sinds 2005 werkzaam in Isela. Eerst als verpleegkundige op de afdeling met hart- en longpatiënten. En sinds 2008 werk ik als longverpleegkundige op de polykliniek. Ik heb daarvoor in 2010 de post-HBO tot longverpleegkundige gevolgd. Ik heb gekozen om te gaan werken op de polykliniek omdat ik op deze manier meer tijd heb voor de patiënten. Ik kan ze meer aandacht geven, uitleg geven over wat het ziektebeeld astma of COPD inhoudt. Waar moeten ze op letten, wat kunnen ze verwachten, welke leefstijlregels horen daarbij. Daarnaast geef ik ook voorlichting over de inhalatiemedicatie. Ik doe dat op de polykliniek individueel. Patiënten wat uitleg geven over wat het medicijn inhoudt, wat het doet, wat ze kunnen verwachten, hoe ze het moeten gebruiken, wanneer ze het moeten gebruiken, bij welke klachten. En ik doe dat ook in groepsverband bij de longrevalidatie. Daarnaast hou ik me bezig met het stoppen met roken. Ik doe dat bij mensen met ziektes of aandoeningen die zich aanmelden, maar ook mensen die zichzelf aanmelden voor het stoppen met roken, die hier daar graag hulp bij willen hebben. Ik doe dat met de persoonlijke coaching, dat zijn individuele gesprekken. En ik doe dat middels de groepstrainingen. Nou, wat mij drijft in het vak is met name ook de mensen helpen. Waarbij met de informatie die ze misschien missen, onduidelijkheid, onzekerheid die ze soms krijgen bij de diagnose die ze krijgen. Mijn wens voor de toekomst is dat mensen de zorg krijgen die ze nodig zijn, maar dat ook aandacht is voor het mens in zijn geheel en niet alleen maar voor zijn ziekte, astma of COPD. En ook aandacht is voor de familie en de naasten die daar een belangrijke rol in spelen. En dat iedereen rookvrij is natuurlijk.